Meer informatie over deze kattencollectie is te vinden op catmuseumtommy.com. Hier kun je ook lezen hoe de collectie is ontstaan, waar de kattenbeeldjes zijn gekocht, bijvoorbeeld in welke stad of in welk land, en ook foto's over de echte katten in mijn leven. Thank you.
Bedankt voor het kijken. Als je dit nu een leuke video vindt, geef dan alsjeblieft een duim omhoog. Denk er ook aan gratis te abonneren en als je automatisch op de hoogte gehouden wilt worden wanneer er nieuwe video's zijn verschenen, activeer dan even het belletje. Commentaren zijn altijd welkom onderaan deze video en hopelijk graag tot een andere keer ergens op dit kanaal. Groetjes Linda en haar katten en honden.